Je goed voelen in je eigen lichaam. Daar gaat het om. Met Evian, het lichte natuurlijke water met het juiste evenwicht aan mineralen. Evian, evenwicht is kracht. Sommige afwasmiddelen hebben een slabbertje nodig om de fles schoon te houden. Daarom komt Dreft nu met het nieuwe tiptopdopje. Je giet zonder morsen. Handig open, handig dicht. Met het nieuwe tiptopdopje blijft uw fles Dreft tiptop en schitterend schoon. Zonder slabbertje. De Fanjaar. Een kaas van de Hoge Venen die zijn gelijken niet kent. Deze overweldigende natuur inspireerde onze meester kaasmakers tot zijn robuuste en volle smaak. Fanjaar. Kaas met karakter. Van Maritsu. Nu nooit meer! Tja, ze hield wel van mij, maar ze haten het kuiskarwei. Gelukkig heeft Decapvoer ons weer verzoend. In de oven spuiten, wachten, sponsen, klaar. Ik ben nu weer haar chérie. Ik mag nu weer koken voor haar. Ovenkuiskracht uit de Franse keuken. Dat is Decapvoer, mon amour. Spelen niet meer zoals de kinderen van gisteren. Een verzekeringsmaatschappij dekt al die nieuwe risico's. In alpenmelk chocolade die je alles doet vergeten. De mooiste pauze zijn lila pauze. Lila pauze van Milka, de tederste verleiding. Galant, vijf deurs. De weg is zijn prooi. If you dare wake up in laughter and you care about doing it right, it has to be the way that you prefer. Zo'n moment koester je met Douwe Egberts. Aan de laatste ronde van de begrotingscontrole. De Franse socialisten zijn de grote overwinnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Bloedige presidentsverkiezingen in El Salvador. Al zeker 9 doden, onder wie 3 journalisten. VTM Nieuws met Danny Verstraten. Een goede avond. De regeringstop is op dit ogenblik bijeen in de ambtswoning van de premier om de begrotingscontrole voor dit jaar definitief af te ronden. Het ziet er niet naar uit dat dat een makkelijke klus wordt. Want de vraag is, hoeveel moet er bezuinigd worden? Moet de staatsschuld teruggebracht worden tot 7, tot 6,8 of tot 6,6% van het bruto nationaal product? Even hengelen naar antwoorden bij het begin van de bijeenkomst. Vicepremier Klaas was vanavond het eerst op het appel. Meneer Klaas, wat zijn uw verwachtingen voor de laatste dag van het begrotingsconclaaf? Ja, wij gaan de problemen oplossen, zo denk ik. En zorgen dat wij morgen
een mededeling voor het parlement kunnen doen. Aan welke kant staat u? 7%, 6,6, 6,8%? Oh, kijk, 7% is in elk geval een must, omdat de regeringsverklaring er uitdrukkelijk voorziet. Maar indien wij een stootje kunnen geven en nog wat verder kunnen gaan, met verdedigbare maatregelen, dan zou ik niet nee zeggen. Ik ben zoals altijd gematigd optimist. Er moet een behoorlijk resultaat uit de bus komen. En hoeveel miljard is dat volgens u? No comment. Wat zijn uw verwachtingen voor vanavond? Dat we een akkoord hebben. En hoeveel miljard? Dat zullen we morgen zien. En tenslotte daagde CVP zwaargewicht de hanen nog op. Meneer de vicepremier, wat zijn uw verwachtingen voor vanavond? Oh, dat hier niet te lang zal duren, zeker. En hoeveel miljarden besparingen wil u uitkomen? We moeten alleen uitkomen op een resultaat dat verdedigbaar is voor de sanering van de publieke financiën. Ja, het zal een beetje duwen en trekken worden om tot een eensluidend standpunt te komen over hoeveel miljard er nu in feite moet bespaard worden. Al een paar weken proberen de topministers het eens te worden over de begroting van dit jaar. Maar het is tot nu toe niet gelukt. Eerst viel de regering in twee groepen uiteen. De ene groep zweert bij het regeerakkoord van het centrumlinkse kabinet Martens 8. Daarin staat dat het begrotingstekort dit jaar niet meer dan 7% mag bedragen van het bruto nationaal product. Dus 20 miljard besparen, dat is iets meer dan de totale begroting van de Rijkswacht. Een tweede groep in de regering onder leiding van VU-minister Schiltz van Begroting wil forser besparen, omdat anders de bezuinigingen volgend jaar te veel pijn zullen doen. Schiltz wil het begrotingstekort tot 6,6% beperken, of een kleine 37 miljard besparen. Dat komt bijna overeen met de totale begroting van arbeid of die van economische zaken. Premier Martens heeft een compromisvoorstel gedaan, daarin bijgevallen door vicepremier De Hane. Martens wil het gat in de begroting terugdringen tot 6,8%. Dat wil zeggen 25 miljard snoeien, bijna de volledige begroting van justitie. CVP-vicepremier De Hane heeft een besparingsvoorstel gedaan. Hij wil een potje aanspreken met 7 miljard overschot uit de sociale zekerheid. De kosten van de schatkistverrichtingen met 10 miljard beperken en de terugbetaling van 1,6 miljard frank staatsschuld uitstellen. Daarnaast wil De Hane 2 miljard besparen op ontwikkelingssamenwerking, een VU-departement, 1 miljard op zijn eigen verkeersbegroting, 1 miljard op defensie, 1 op arbeid en nog eens 1 miljard op de werkingskosten van de administratie. Morgen voormiddag komt het voltallige kabinet bijeen om het resultaat van vannacht te bekrachtigen. En morgenmiddag gaat premier Martens met de besparingen naar het parlement. Er heerste vanavond een ongewone drukte rond de gevangenis van Sint-Gilles bij Brussel. Buurtbewoners werden opgeschrikt door loeiende sirenes en blauwe zwaailichten van politiepatrouilles. Het deed onwillekeurig denken aan de gevangenisopstand van vorig jaar, maar bij nader toezien bleek het gelukkig minder ernstig. Rond 7:15 zijn twee deserteurs ontsnapt uit de gevangenis van Sint-Gilles. De twee zaten een relatief lichte straf uit. In de gevangenis werkten ze in het medisch centrum. Daar hadden ze wat meer bewegingsruimte dan andere gevangenen. Buiten de gevangenismuren was vanavond het geroep van gedetineerden te horen die hun sympathie betuigden met de twee ontsnapten. De Rijkswacht speurde de gevangenisdaken en de binnenkoer af, maar vond geen spoor. Rond 9:30 is de zoekactie zo goed als afgeblazen. Dankzij de snelle reactie van de hulpdiensten is bij een brand gisteravond in een rusthuis in Kalmthout slechts één bejaarde ernstig gewond geraakt. De brandweer had wel kritiek op de krappe personeelsbezetting tijdens de nacht in dergelijke instellingen. De brand ontstond op de eerste verdieping door implosie van een tv-toestel. De 80-jarige bewoner van de kamer hield er ernstige brandwonden aan over. De brandweer van Kalmthout en Wustwezel was meteen ter plaatse. De brand was redelijk snel onder controle, maar er was een felle rookontwikkeling. En dan moesten dus al die mensen van die kamers geëvacueerd worden. Dat hebben zij gedaan. Wij zijn direct met 6 mensen, persluchtmensen, onder persluchtbescherming, die mensen gaan helpen. Op het ogenblik van de brand was er paniek. Het evacueren van de bejaarden werd bemoeilijkt door het feit dat verscheiden onder hen slechte been zijn. 4 bewoners werden met ademhalingsstoornissen naar het ziekenhuis gebracht. En 8 anderen die niet gewond waren, maar wel in shocktoestand, hebben voor alle veiligheid de nacht doorgebracht in het Vesalius ziekenhuis in Brasschaat. Wat natuurlijk problemen geeft, dat is dat er tijdens de nacht, en dat is niet alleen in dit rustoord, dat is algemeen, veel te weinig personeel aanwezig is.
In die eerste momenten moet er heel veel tegelijkertijd gebeuren. En dat kan onmogelijk gebeuren door die mensen die van dienst zijn. Duidelijke kritiek is dat aan het adres van Sint Vincentius, waar op het ogenblik van de brand maar twee verplegers aanwezig waren. En dat is weinig als er wat fout loopt. Dat klopt. Er zijn dus twee verpleegkundigen die dus de waak op zich nemen. Maar u moet weten, ook wegens de norm waar wij dus nog mee te maken hebben, dus van ministeriële norm, hebben wij dus de opdracht om daar één verpleegkundige minimaal te hebben. We hebben er twee, dat is vrij veel. Anderzijds zijn ook een aantal valide zusters die ook in de instelling verblijven en die weten op dit moment, wanneer ze een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, de juiste initiatieven te nemen. En ik meen dat dat deze keer ook ten gepaste tijde nu echt correct is gebeurd. Het buitenland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk zijn de regerende socialisten van president Mitterrand de overwinnaars geworden. Ze krijgen zo'n 78 steden in handen, dat is een winst van 12. Het is overigens de eerste keer dat een Franse regeringspartij zich tijdens haar legislatuur op het lokale vlak versterkt. De uitslag is dus minder goed voor de oppositie. Dat zijn de conservatieve RPR en de liberale UDF die beiden geweigerd hadden een akkoord te sluiten met het uiterst rechtse Nationale Front. RPR-leider Jacques Chirac behoudt wel zonder problemen de burgemeester Sjerp van Parijs. Het Nationale Front van Jean-Marie Le Pen betekent niet veel in de nationale politiek, maar heeft wel stand gehouden op het gemeentelijke vlak. Evenals de groene ecolobeweging, die blijkbaar nu ook in Frankrijk aan het doorstoten is. Het is hun job om u het wereldnieuws te brengen, soms ten koste van hun leven. Drie journalisten, onder wie een Nederlandse televisiereporter, zijn in El Salvador doodgeschoten terwijl ze daar de presidentsverkiezingen van vandaag wilden verslaan. Ze werden geraakt tijdens schietpartijen tussen het leger en linkse rebellen. Daarbij zijn ook 7 Salvadoranen gedood. Er is in El Salvador de voorbije 9 jaar dus niets veranderd. De moord op aartsbisschop Romero in de kerk van San Salvador, 9 jaar geleden. Een beeld dat de wereld heeft geschokt en dat nog altijd verklaart waarom de toestand in dit kleine Centraal-Amerikaanse land zoveel belangstelling krijgt. De christendemocraat José Napoleón Duarte was de man die ervoor zou zorgen dat iets dergelijks in El Salvador nooit meer zou gebeuren. Maar 9 jaar na zijn eedaflegging is de christendemocratische president verslagen. Als mens, want hij is doodziek, en politiek, want zijn voorzichtig en soms weifelende opstelling heeft geen einde gemaakt aan de burgeroorlog, waarin nu al 70.000 mensen zijn omgekomen. Met als gevolg dat de christendemocratische kandidaat voor het presidentschap, Fidel Chavez Mena, bij de verkiezingen van vandaag weinig kans heeft. De grootste kanshebber is de kandidaat van Arena, de uiterst rechtse partij die destijds is genoemd in verband met de moord op aartsbisschop Romero. De 41-jarige Alfredo Cristiani zou overigens maar een stroomman zijn, want de sterke man van de Arena-partij is en blijft de beruchte Roberto d'Aubuisson. Voor het linkse verzetsfront zijn de verkiezingen een farse. De rebellen boycotten de stembusgang en hebben met sabotages en aanslagen geprobeerd de kiezers af te schrikken. Daartegen zijn 50.000 militairen op de been gebracht om de urnes te beschermen. Ook al lijkt het nu wel uitgesloten dat de vrede in El Salvador uit deze urnes kan komen. Center betekent geniaal in het Russisch. Maar Center is ook de naam van de eerste Russische popgroep die een contract met een Westerse platenmaatschappij in de wacht heeft gesleept. De LP van de groep ligt vanaf morgen in onze platenwinkels. De muzikanten zijn in Brussel om de videoclip voor hun volgende single Navsjegda op te nemen. Zonder de glasnost en de perestrojka zat ik hier niet, zegt de zanger van de groep. Some years ago we was like an amateur band. Because it was impossible to be professional with music like my music. And now with new changes in my country, in democracy and with Gorbachev, we can be like a professional musician. I think we are more like international music because I all my life listen music from the West, from Africa, from everything. And I think it's like a result, my music, like a mix from all styles. Beautiful, beautiful.
more popular in my country, bands who singing about really problems, very concretely, and maybe about problems of perestroika now, anti-bureaucracy songs, and what we can read now in our paper in Gorbachev era. So it's very, very popular bands from Leningrad and some of Moscow bands, very popular. Waar kan je terecht als je fysieke problemen hebt om je te verplaatsen, daardoor niet van het openbaar vervoer gebruik kan maken en over geen auto beschikt? Dan is er nog de minder mobiele centrale van Taxistop, een dienstverlening die nu 5 jaar bestaat en de laatste tijd snel groeit. Met Taxistop, goedemiddag. De dienst minder mobiele centrales van Taxistop staat open voor iedereen die problemen heeft om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer en binnen een bepaalde inkomensgrens blijft. In heel Vlaanderen wordt de werking verzekerd door zo'n 400 vrijwillige chauffeurs. Die krijgen 6 frank per kilometer. In ruil zorgt Taxistop voor een Omnium-verzekering. Uit het jaarverslag van vorig jaar blijkt dat elke chauffeur gemiddeld 760 kilometer per jaar aflegt en gemiddeld 3 keer per maand wordt opgeroepen. Opmerkelijk is nu dat de minder mobiele centrales na 5 jaar werking plotsklaps een meer dan forse stijging kenden. Het aantal kilometers is met bijna 60% gestegen, van 190.000 naar 300.000 kilometers. Het gaat over 13.000 ritten die in Vlaanderen afgelegd worden. En ik moet dus wel concluderen dat dus voor dat soort vervoer wel degelijk een behoefte bestaat. Na 5 jaar is er dan die plotse stijging. Waaraan is die dan wel te wijten? Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de dienst stilletjes aan bekend wordt bij het publiek. Maar het heeft ook wel te maken met het feit dat het openbaar vervoer toch afgebouwd wordt. Dat heel veel mensen minder toelage krijgen voor dat soort verplaatsingen. En dat ze wel aangewezen zijn op alternatieven. En via de contacten met OCMW's komen ze dan bij ons terecht. Maar wat bezielt nu eigenlijk een vrijwilliger om permanent ter beschikking te staan van Jan en Alleman? Vooral om die mensen, zoals je er juist gezien hebt, die zijn echt hulpeloos in sommige gevallen en die rijden liever mee met ons dan met een taxi. Ondanks de schitterende resultaten moet er wel wat veranderen, want de overheid werkt blijkbaar niet mee. Ergens wel helaas. We hebben in die 5 jaar al talloze pogingen gedaan om met de overheid tot een samenwerking te komen op dat vlak. Omdat wij toch vinden dat wij een deel van haar taak overnemen, namelijk het vervoer van mensen die verplaatsingsproblemen hebben, die niet begoed zijn ook. Maar de overheid geeft altijd niet thuis. Olie vinden in uw tuin. In sommige landen kan dat normaal zijn. Bij ons is dat toch wel uitzonderlijk, zelfs verdacht. De eigenaar van een grond in Sint-Amansberg bij Gent is er dan ook helemaal niet gerust in. Het villaatje van de familie Joliet in de Victor Braakmanslaan in Sint-Amansberg bij Gent ligt vlak naast een benzinestation. Maanden geleden al stootte Fernand Joliet voor de eerste keer op benzine in zijn tuin, maar nu is de toestand ondraaglijk geworden. Verleden woensdag moest hij zelfs op bevel van de brandweer zijn huis verlaten. Het waarom is duidelijk. Nu, dat is zuiver benzine. Zuiver benzine. Maar als je een normale stekje aansteekt, is dat direct branden. Naast het huis bevindt zich een klein putje. Het bewijs dat er wel degelijk brandbaar materiaal in de grond steekt, is niet moeilijk te leveren. Met een blikje wordt wat water uit het afvoerputje geschept en meteen is het duidelijk. Dit is benzine. Het is zeker geen veilig gevoel meer. Hè. Het is een feit, er komt geleden praktisch op een bom. Hè. Ja, je moet rekenen als de zon een beetje op zit, heb je nog een beetje vergassing bij en dan is het gewoon niet te lopen rond thuis. Hè. Het is gewoon niet te lopen. Ik woon er zeker niet gerust nu voor het moment. Als je dat maar ziet, dus, moet je rekenen, dus, als het warm weer is, moet het zelfs geen sigaret roken, nog niks, kunnen niks meer doen. Ondertussen wordt de smurrie langs de scheidingsmuur weggepompt. Op vraag van het Gentse stadsbestuur worden er proefboringen gedaan door de Gentse universiteit om precies te bepalen hoeveel benzine er in de grond zit en hoe diep de grond doordrongen is. Ja, of dat die benzine 100% van mij komt, dat kunnen we nog moeilijk op antwoorden. Ik heb wel over een maand en half een lek gekregen in een tank. We hebben direct het nodige gedaan, we hebben hem uitgegraven en een nieuwe tank geplaatst. Wij gaan nu zeker een maand filteren. We hebben een gracht gemaakt rond de tanks en we filteren in een maand voor alles eruit te zuigen. De arme man mag niet roken in zijn tuin, maar hij kan er wel zijn aansteker bijvullen.
Geen nieuwe brandstof dit weekend in de voetbalcompetitie. In de hoogste klasse van het voetbal komt KV Mechelen immers stap voor stap en zegezeker bij de kampioenstitel. De leidersploeg ging vanmiddag met 0-3 winnen bij Lokeren. In het klassement vergroot KV Mechelen zijn voorsprong op het tweede geclasseerde Anderlecht nu tot 6 punten. Anderlecht speelde 1-1 gelijk bij Club Brugge. Na 21 minuten wordt het 0-1 voor Anderlecht na deze knappe actie van Luc Nilis. Nilis voorbij Alex Kwerter en Filip van der Wallen. En Anderlecht zorgde ook voor de Brugse gelijkmaker. Voorzet Kimoni en Mark Wuits lopte met het hoofd zijn eigen doelman Filip de Wilde. Club Brugge, Anderlecht 1-1. Ook nog vertellen dat Anderlecht-speler Andersen in de slotfase van het veld werd gestuurd. Lijken de eerste twee plaatsen ingenomen, dan is er nog wel volop strijd voor de derde plaats in het klassement. Daar is Antwerpen nu terechtgekomen na een toch wel verrassende overwinning bij Club Luik. Het enige doelpunt viel in de eerste helft op een Antwerpse counter. De bal komt bij Thierry Pister, die van buiten de rechthoek mag aanleggen. Club Luik, Antwerp 0-1. Van boven naar onder in het klassement nu. Het staat vrijwel vast dat Racing Genk degradeert uit de hoogste klasse. De Limburgse fusieploeg verloor zijn wedstrijd van de allerlaatste waterkans, mogen we zeggen, met 3-0 bij RWDM. Molenbeek ontwijkt op die manier voorlopig de degradatieplaatsen. Op een vrije trap van Benveld mag Kiekens koppen, Ivkovic redt en Kossij kopt dan toch binnen. Er is een kwartier gespeeld. RWDM staat 1-0 voor. Nog voor de rust wordt het 2-0. Wawalambik gaat alleen door, neemt drie Limburgers in het ootje en laat Benveld dan scoren. Nog eens de slimme dribbel van Lambik. De bal tot bij Joachim Benveld, die mag afronden. Mark de Buizer legt de basis voor het derde RWDM-doelpunt. De Buizer schiet en Kolaar van Genk in de vlucht binnen. Nog eens dat aandoelpunt van Kolaar, RWDM Racing Genk 3-0. Genk heeft nu al een achterstand van 5 punten op Racing Mechelen, dat na het verlies gisteren tegen Cercle Brugge op de voorlaatste plaats is terechtgekomen. In de tweede klasse is Ekeren weer alleen leider. Ekeren versloeg vanmiddag Lommel met 4-3 en heeft nu 1 punt meer dan Gent, dat tegen Aalst niet verder geraakte dan een 1-1 gelijkspel. In het volleybal zijn vandaag de terugwedstrijden gespeeld in de kwartfinales van de play-offs. Roeselare en Herentals zijn alvast zeker van een plaats in de halve finales. Daar waren twee overwinningen voor nodig in de kwartfinales. Herentals zorgde voor de verrassing door twee keer te winnen tegen Mazeik. En Lennik zorgde voor de stunt door een scheve situatie opnieuw recht te trekken. Lennik verloor gisteren in eigen zaal met 0-3, maar ging vandaag in Torhout met 1-3 winnen. De beslissende match is opnieuw in Lennik. Voor Roeselare hoeft dat niet meer, dankzij twee probleemloze overwinningen tegen Maasmechelen. Ternat haalde nog net de derde wedstrijd door vandaag met 3-2 te winnen tegen Zonhoven. En om af te ronden nog een paar korte berichten. De Keniaan John Ngugi is in het Noorse Stavanger voor de vierde keer op rij wereldkampioen veldlopen geworden. Beter gezegd. Bij de vrouwen behaalde de Française Annette Sergent haar tweede titel. Véronique Collet legde beslag op een verdienstelijke achtste plaats. Marc Duwijs heeft de rally het circuit van de Ardennen gewonnen voor een verrassende Renault Verrijd. En de omloop van het Waasland, daar ging de overwinning naar Frank Pirard. Pirard versloeg in de spurt onder meer Jan Bogaert. En in het West-Duitse Vierse is Paul Stroomans vierde geworden op het Europees kampioenschap driebanden. Hij verloor zijn laatste partij tegen Torbjörn Blomdaal, de wereldkampioen. De titel ging verrassend naar vader Lennart Blomdaal. Zo de zoon, zo de vader dus. Ja, dit nieuws is gedaan. Straks is er nog de late avondflash met Cathy Pauwels omstreeks 11:45. Nog een prettig eind van de avond hier op VTM. Dag. Zo zien Electrolux-ingenieurs een stofzuiger. Wij de Electro, jij de Lux. Zuiverheid, zekerheid. Wij de Electro, jij de Lux. Zo zien Electrolux-ingenieurs het leven. Wij de Electro, jij de Lux. Mijn vingers in de wolken.
Alfons is een beetje afwezig vandaag. Want vandaag heeft hij iets ontdekt dat zo spannend is. Zo spannend dat hij alles rondom zich vergeet. Subito, suspense voor 1 miljoen. Ziezo, kijk eens hoe schoon. Ben je echt zeker? Hè? Mama komt, je weet toch hoe ze is? Wat moet ik doen? Probleempje? Even kijken. Om zeker te zijn doen we de wattentest. Ziet u? Nog zo vuil. Neem het van me aan en doe voortaan de hele schoonmaak met Clean Plus. Met bioalcohol. Clean Plus maakt grondig schoon. Wat een verschil. En alles blinkt, wauw. De wattentest ligt niet. Clean Plus maakt perfect schoon. Mama zou bijzonder trots op je zijn. Clean Plus. Perfect schoon. Perfect glanzend. De wattentest ligt niet. Moet je nu zien. Klaar Wereldzicht met overzicht. Op elk gebied snel en gelicht. Boeiender, vloeiender. Veel menselijk nieuws met een warm hart. Voor het nieuws van hier een krant apart. Boeiender, vloeiender. De tv-krant glijdt in je hand. En ook de sport schiet nooit tekort. Het laatste nieuws schrijft boeiender. Leest vloeiender. Glasnost helder. Voor kinderen van vandaag heel veel lekkere melk en cacao. Kinderchocolade. Voor kinderen boordevol energie. Zoveel melk als in zo'n heel groot glas. Kinderchocoladehapjes voor kinderen en attente mama's. Videocassettes van BASF. Met 6 miljard kleurpunten per vierkante millimeter voor fantastische kleuren. De fantastische kleuren van BASF. It's magic! Alles oké, Charlie? Oké. Heb je de sinaasappelen bij? Maar je weet toch dat ze hier niet door kunnen? En er is hier al niks goeds. Probeer eens iets nieuws. Vicks pastilles met vitamine C. Mm-hmm. Wat? Met vitamine C? Ja, al de vitamine C van een sinaasappel zit in elke pastille. Die sinaasmaak is heerlijk. Is dat alles wat je mee hebt? Alles wat je nodig hebt zit erin, Charlie. Opstappen! Nieuwe Vicks-pastilles met vitamine C. Wees goed voor jezelf. Hulp nodig, Charlie? Wat staat voor onberispelijk schoon in alle hoeken van Europa? Ik had zo mijn twijfels over vloeibare wasmiddelen. Want met mijn Antonio heb ik vele machines lastige was. En dan heb ik Ariel vloeibaar geprobeerd. Een weinig volstaat al, zelfs voor lage temperaturen. Dat bolletje erin en alles is onberispelijk schoon. Ariel vloeibaar heeft me overtuigd. Mevrouw De Angelis kiest voor Ariel vloeibaar omdat in Italië, net zoals in alle hoeken van Europa, Ariel vloeibaar onberispelijk schoon wast. Wie een nieuwe Philips-televisie aanzet, ontdekt meteen zijn technologische voorsprong. Het scherm, grenzeloos vlak. De hoeken, echt recht. Het beeld, een weergaloze weergave. De klank, stereo 2x40 watt. De toekomst, nu al 90 kanalen en 2 euroconnectors voor videorecorder en satelliet. De nieuwe Philips-televisie, een stap vooruit. Zelfs als ik een film regisseer, neem ik 's morgens steeds tijd voor mijn petrohaallotion. Ik geef veel om mijn haar. Elke morgen goed masseren met petrohaallotion, dat sterkt het haar. Op basis van natuurlijke producten. Dus haarproblemen, schilfertjes, dat is niks voor mij. Actie! Petrohaallotion. Een kleine moeite voor prachtig haar. Ontstaat de perfecte kwaliteit. Friedrich Grobe. Morgen op VTM, Cloud Dancer. Busting blood vessels like Chinese firecrackers. Joseph Bottoms, Jennifer O'Neill en David Carradine brengen u in hogere sferen in hun adembenemende film over luchtacrobatie.
only woman I could ever love. Hey, what's the matter with him? He's in trouble. Hey, Brad, the new student's really doing great. Constantly on the edge of blacking out, flirting with consciousness. Something must be wrong. I'm sure there's a reason for this. Trots, liefde, angst en passie voor het competitievliegen. Morgen om 8 uur op VTM in Cloud Dancer. Vandaag bleef het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte motregen. Een storing over de Britse eilanden zal later in de nacht over het land trekken. Ze wordt morgen gevolgd door onstabiele lucht met buien. Vannacht veel bewolking, later gevolgd door af en toe regen vanaf het westen. Minimumtemperaturen van 2 graden in Hoog-België tot 6 graden aan de kust. Morgenochtend opnieuw opklaringen met enkele buien. Matige en aan de kust krachtige zuidwestenwind die morgen naar het westen zal draaien. Middagtemperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 9 à 10 graden in de rest van het land. Van dinsdag tot en met vrijdag aanhoudend wisselvallig weer bij middagtemperaturen van ongeveer 9 graden. En dan nu, zoals gebruikelijk, de herhaling van War and Remembrance, aflevering 6 vandaag. De Amerikaanse marine maakt zich klaar voor de historische zeeslag bij Midway tegen de Japanners, Pearl Harbor 1942.